CBS Het Anker, groep 8. We love privacy. Oké, nou, we hebben een rekenles net gehad. Morgen gaan we ermee verder. We hebben daar een pauze, binnen of op het veld. Kies maar. Na de pauze hebben we de spreekbeurt van Giovanni. Wil je alvast vertellen waar het over gaat, Giovanni? Ja, ik heb het over UNICEF. Mag ik alvast mijn bandjes uitdelen? Ja, hartstikke leuk. Prima. Dan gaat de bel en gaan alle kinderen de gang op. Op de gang vraagt een van de vriendinnen van Chloe of ze verliefd is op David. Goed, maar wacht even. Chloe, ik zag jullie net zo naar David kijken. Vind je hem leuk of zo? Dat gaat jou niks aan. Hoezo niet? Ik ben je beste vriendin. En toch gaat je niks aan. Nou, doe je hoor. Zullen we gewoon naar buiten gaan? Ja, is goed. Op de gang zit een groepje meiden te roddelen. De vriendin van Chloe sluit zich bij hun aan. Wat doe jij hier? Ik ben zo klaar met die Chloe. Welkom in de groep. Wat is er dan eigenlijk met die Chloe? Nou, ze doet de laatste tijd zo raar. Volgens mij is ze verliefd op die David. Ik heb nog een foto van haar. Oh, stuur hem door. Gedaan. Wauw, die is echt grappig. Moet je kijken als je inzoomt? Je moet inzoomen. Kijk, gezicht. Heel David. Hoe moet je dat zien? Die foto is echt erg. Kijk, dit is die sjaal. Ik heb nog wel een idee met die foto. In de pauze spelen de jongens voetbal op het veldje. Als de meiden aankomen, is David helemaal afgeleid. Hoi Chloe. Hey David. Hij zegt Chloe gedag en omdat hij niet oplet, wordt er gescoord. Zijn vrienden zijn natuurlijk hartstikke boos. Lekkere vriend ben jij, zeg. Door jou staan we achter. Lekker met meiden praten, zeker. Laat gewoon zomaar de bal doorgaan. Ben je verliefd op Chloe is zo? Je stond zo te flirten. Ik ben helemaal niet verliefd op Chloe. Hoe kom je daarbij? Mijn vrienden vertellen elkaar toch alles? Ja, dat is waar. Kom, we gaan. Dus we kunnen jou voortaan niet meer vertrouwen? Ik heb niet meer om een kinderfeestje komen, hoor. David wil niks zeggen, maar zijn vrienden vinden dat je alles tegen elkaar moet zeggen. Ze gaan boos weg. Terug op school loopt Chloe met haar vriendinnen door de gang. Hey Chloe! Kijk eens wat we hebben gedaan. Wat hebben jullie gedaan? Lekker voor je. We hebben het op Snapchat. Op Instagram. Op de WhatsApp-groep app van de klas. En Twitter. En Facebook gezet. De foto van Chloe en David is overal op internet gezet. Wat is dat erg voor jullie? In de wc's wordt Chloe getroost door haar vriendinnen. Ja, maar ze hadden gewoon mijn foto niet op Facebook en het internet moeten zetten. Dan komt David binnen. Wat is aan de hand? Ze hebben een foto op internet geplaatst van jullie. Hij is boos als hij hoort wat er gebeurd is. Maar dit kan toch niet? Ik heb wel een idee. Hij zegt tegen Chloe dat hij een idee heeft. Ze zullen de klas wel eens wat laten zien. Hallo allemaal, ik heb vandaag mijn spreekbeurt over UNICEF. UNICEF is een groot bedrijf dat opkomt voor de rechten van de kinderen. Als Giovanni zijn spreekbeurt wil houden, merkt de juf dat Chloe en David er niet zijn. Waar zijn David en Chloe? Maar dan gaat de deur open. Chloe en David komen hand in hand de klas in. Alle kinderen zijn onder de indruk. Chloe en David willen de klas wat vertellen. Jullie hadden onze foto's op internet gezet en dat was echt niet tof. Maar wij hebben ook recht op privacy. Maar nu mag iedereen het weten. Een verkeering. Iedereen vindt het heel knap dat ze zoiets durven te zeggen. En ze krijgen een groot applaus. Recht op privacy!